Hi Weegschaal, leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandela. En deze week is voor week nummer 21. Dat is van maandag 18 mei tot en met zondag 24 mei. Dus aan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Weegschaal alsof deze week een beetje een week is waarin je misschien wat aan het mijmeren bent over dingen die al gebeurd zijn. En die een bepaalde verandering voor je meegebracht hebben. Maar het heeft er vooral mee te maken dat het ook een stukje basis is waar je graag op terugkijkt. Ik heb het idee dat er deze week een bepaalde kans gaat komen. En je vindt het nog wat spannend om daar dan in te stappen. Maar juist dan die gedachten uit het verleden of situaties die je al eerder meegemaakt hebt, die zorgen er eigenlijk voor dat je de situatie wat beter aan kan. En als je het dus heel erg spannend vindt, bijvoorbeeld als je nieuwe mensen gaat ontmoeten of als je ineens een nieuwe taak erbij krijgt, is het gewoon nog wel goed om daarover na te denken hoe je daar dan misschien in het verleden mee omgegaan bent. En wat je daar bijvoorbeeld van geleerd kan hebben. Want het zorgt ervoor dat je meer en meer een rust gaat vinden in het stukje wat je moet gaan doen. En je lijkt er eigenlijk namelijk een beetje zenuwachtig voor te zijn. Maar ik heb het gevoel op het moment dat je gewoon goed voorbereidt, dat je die stappen echt heel goed kan gaan nemen. Het was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.